Breda Nu. Je weet het meteen. Het is nu zaterdagmiddag, dus even over 12. We hebben een speciale uitzending vandaag voor Breda Nu Radio. Met Petseco Lobbers, Ronald. Dan zien we je eindelijk eens een keer in het echt. Iedere week natuurlijk in de uitzending bij Hans. Ja, die is er vandaag niet. Hoeveel prijzen gaan we vandaag uitreiken met de kleurplatenactie? Hoeveel prijzen? Uit mijn hoofd een stuk of 10. Zijn er ook heel veel kleurplaten weggegaan? Weet je ongeveer hoeveel dat er hier zijn uitgedeeld? Er zijn er ik durf wel te zeggen een paar honderd uitgedeeld. Ook mede bij andere collega's, winkeliers waar ze gelegen hebben. En we hebben de tientallen hebben we er terug gehad. Nou, dus inderdaad. En zometeen gaan we die hele mooie prijzen inderdaad uitreiken aan de kinderen die straks zo mooi gekleurd hebben. Ze komen ze ophalen en ze krijgen natuurlijk iets voor het dier. En ze krijgen natuurlijk ook iets voor hunzelf. Iets lekkers erbij. En misschien nog een heel leuk cadeautje. En dat allemaal natuurlijk hier bij Breda Nu en Lobbers. Wat is het vandaag? Kerst. Is het vandaag kerst? Nee. Pakjesavond. Het is pakjesavond. En wat heb je allemaal gevraagd? Dat ik toverkrachten wil. Ja, dan word je 3 als je jarig bent, hè? Ja, en dan krijg ik een verjaardagskaart. Jouw naam is Ilva, toch? Ja. Ja, en die is voor jou. Van Sinterklaas. Heb jij een huisdiertje dan? Ja, dat is Dribbel. En wat is Dribbel? Een hond. Is dat een hond? Hij heeft 4 pootjes. Oh, meneer Ben, hoort u dat? Dat is een hond met 4 pootjes. Zo, we gaan eens even kijken wat jij hebt gehad. Ben jij Elise Bovens? Ja. Ze zit me echt zo aan te kijken van... Het zal wel. Nou, ik ga Elise het cadeautje geven, want er staan er hier nog meer te wachten. Oh, kijk, en ze gaat het nu uitpakken, want ik ben wel benieuwd wat voor huisdier dat Elise heeft. Wat voor huisdieren heb jij? Heb jij vissen? Heb jij rode vissen, blauwe vissen, groene vissen? Gouden vissen. Gouden vissen. Jij bent Tigo. Tigo Wiegeraad, klopt dat? En jij bent volgens mij, even denken hoor, 7 jaar. Klopt dat? En in welke groep zit jij dan? In groep 3. In groep 3? Oh, dan leer je al lezen en schrijven, of nee? Ja. Goed zo. Nou zie ik hier jouw kleurplaat. Ik moet zeggen, die heb jij wel heel mooi gekleurd. Netjes binnen de lijntjes. En toen dacht ik van, nou je hebt zo je best gedaan. Jij verdient een prijs. Mina. Oh, ik zie het jij. Mina Amiri. Klinkt een beetje Spaans. Ja hè. Ik ga eens even kijken hoe jij hebt gekleurd. Oh, jij hebt wel echt goed. Jij hebt er zelfs nog hele mooie glitters op geplakt. Nou, dat ziet er inderdaad wel heel mooi uit, hoor. Ontzettend druk geleden, want dit was er nog helemaal niemand. En nu staat er een rijtje aan buiten. Dus ja, dan moet je toch wel even een beetje opschieten. Wat heb je gehad? Een speculaas. En nog een boek. En ben je daar blij mee? Ja. Pim, wat heb jij mooi gekleurd? Ja. Oh, Pim moet een beetje huilen. Pim heeft een beetje verdriet. Nou, zal ik jou een cadeautje geven dan, ja. Pim? Ja. Wat heb jij ook huisdieren, Pim? Ja, hè? En wat heb je dan voor een huisdier? Een hondje. En hoe heet dat hondje? Boemertje, hè? 2 jaar. En krijg ik een handje van jou, Pies? Heb je een handje? Nee? Nou, gaan we eens even kijken hoe jij je kleurplaat hebt gedaan. Nou, ik vind dat jij wel heel mooi hebt gekleurd, Louise. Of heb mama dat stiekem gedaan? Ja. Mama, hè? En volgens mij hè, krijg jij ook nog een broertje of een zusje. Ja, krijg jij een broertje of een zusje? Je krijgt een zusje. Voor wie is deze? Die is voor Dirk, hè? Dat is een letter van? Dat is een mooie. Kijk eens wat ik voor jou heb hier. Dat is een cadeautje voor jou. Ben je daar blij mee? Hè? Ja. Nou heeft ze heel veel praatjes. Ja, normaal praat ze 100.000, dat weet ik, want ik heb het wel eens gehoord als ik naar de schoen kwam. En ik dank u dat u hier bent, omdat wij nu niet meer bang hoeven te zijn, maar alleen maar veel geluk hebben. Dank nou, u wel. Gaan we nog een liedje zingen dan? Ja. Nou, dan gaan we een liedje zingen. Welk liedje gaan we zingen? Nou, we gaan nog niet naar huis.
Breda Nu. Je weet het meteen.